De oproerpolitie probeerde zondagavond een groep van ongeveer 5000 demonstranten in bedwang te houden in de Thaise stad Bangkok. De demonstranten gooiden stenen, flessen en andere objecten naar de agenten. Ze kwamen bij elkaar voor het huis van Prem Tinsulanonda, die de adviseur van de koning is. De protesterende groep beschuldigt hem ervan het brein te zijn achter een coup tegen de vorig jaar afgezette premier Thaksin Shinawatra. Eerder kwam het tot een handgemeen tussen een andere groep demonstranten en agenten voor het huis van de voormalige premier. Zeker 100 mensen, waaronder ook politieagenten, raakten gewond tijdens de rellen. De meesten hadden kleine hoofdwonden of andere kleine verwondingen. Een leider van de Democratische Alliantie tegen Dictatorschap laat weten dat ze blijven vechten om gerechtigheid te krijgen. Ook beschuldigde hij de politie van het inzetten van traangas tegen de groep. Tijdens de rellen zijn 6 demonstranten gearresteerd wegens gooien met stenen. Het is nu weer rustig voor het huis van de adviseur.